Nu, je moet weten, ik woon eigenlijk in Knesselaren. Dus dat is al heel lang talk of the town. Allee, in zoverre dat je van Knesselaren over town kunt spreken. Maar eigenlijk ligt dat zo voor de hand dat. Ik denk niet dat er daar ooit bezwaren of opmerkingen zijn geweest, ook in Knesselaren niet. Hoewel ik er nu natuurlijk heel vaak wordt op aangesproken van hoe gaat dat daar, wat is dat daar. Mooi voorbeeld, vorige week zaterdag, ja zaterdag was het, kwamen mensen van Knesselaren gewoon een keer kijken naar de bibliotheek. Oh, dat is toch hetzelfde, straks gaan we toch samen, dus hoe gaat dat hier in zijn werk zo van. Alsof dat eigenlijk al helemaal een voldongen feit was. Nee, ik heb niet de indruk dat bepaalde weerstanden zijn of zo. Let op, het zal wel een gevoelige wijziging met zich meebrengen. Hè. Dat is altijd zo. Dus eigenlijk is een stuk geschiedenis dat er geschreven wordt. Wel, dat is elke keer dat is een beetje het probleem van de underdog. Dat mensen een beetje bezorgd zijn van, allez, de mensen van Knesselaren dan, we gaan toch niet ondergesneeuwd geraken binnen Aalter zo. We gaan toch niet verdrinken in die complexiteit en die structuur van Aalter. Maar dat is bijna altijd zo. Als je verhuist van het platteland naar de stad, ben je een beetje, allez, heb je daar een zekere vrees voor. Maar ja, daar moet men wel op letten. En ik denk dat de dorpen op zich, zowel Ursel als Knesselaren, die hebben nog eigenlijk altijd hun eigen identiteit. Hè? En dat is ook zo binnen Aalter. Bellem Lotenulle zegt nooit tegen een Lotenullenaar dat hij van Aalter is. Binnen het bestuurlijke geheel wel, maar als het op aankomt op verenigingsniveau of feestvieren, kermis en wat weet ik allemaal, ja, dan houdt men zijn eigenheid. En als men daar aandacht genoeg voor heeft, denk ik dat er zie ik echt geen problemen. Eigenlijk, ik ben oorspronkelijk van Ursel afkomstig, woon nu in Knesselaren. Je weet, ik was eigenlijk waar ik geboren ben, dat 200 meter van de bossen. De bossen van het Drongenhout, van het vliegveld en wat weet ik allemaal. Je moet weten dat eigenlijk heel het Maldehemveld, met daarbij de Burkelbossen, dus ook een groot stuk in Knesselaren, Ursel gelegen. Aansluitend heb je dan de bossen van Keijgat. Dus waardoor dat je eigenlijk al heel dicht bij Bellem komt. Dus dat is één groot groen gebied. Het grootste aaneengesloten bosgebied van provincie Oost-Vlaanderen. Dan gaan we naar de andere kant en daar heb je het Bulskampveld. En dat strekt zich uit eigenlijk tot Brugge. Allemaal kasteeldomeinen, bossen, wat weet ik allemaal, tot hier in Sint-Maria-Aalter. Dus eigenlijk, het zou prachtig zijn moest er ooit zo een connectie komen. Dan heb je het grootste aaneengesloten bosgebied van West-Vlaanderen en het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen. En eigenlijk Aalteren zit daar net middenin en moest je dat kunnen connecteren. Ik zeg nu niet met bossen, hè, maar bijvoorbeeld ook ja, de Oude Vaart. Dat natuurgebied, ook het kanaal, je hebt daar, allez, dat is een heel divers biotoop. Moest je dat kunnen connecteren, dan heb je een prachtig bosgebied eigenlijk. Dat zou heel mooi zijn hoor. Ik zou daar toch niet echt, maar dat zou ik dan tot de mensen van Knesselaren willen zeggen van. Dat ze toch niet echt schrik moeten hebben om. Ik heb indertijd de stap gedaan, dus ze kunnen dat best ook. Ik ben er heel sterk van overtuigd dat het enorm veel perspectieven biedt, echt waar. En dat alle partijen ermee zullen winnen.